het Dordrechts Museum. Dat ligt natuurlijk in Dordrecht, dus daarom ben ik ook hier. En waarom ik hier ben, ik ga gewoon kleine aanpassingen doen hier in het museum. Ja, is gewoon zin in. Hi. Tim. Ik ben Ramon. Aangenaam. Hoe ben jij eigenlijk betrokken geraakt bij dit hele project? Want ik vraag me gewoon af, hoe kan het nou dat zo weinig mensen zien hoe leuk de bouw is? Ja, dat heeft denk ik te maken met verschilligheid van mensen. Tegenwoordig denken mensen dat de salaris zo laag ligt. En je kan bij ons ook, zeker in de bouw, je kan doorgroeien, je kan alle kanten op. Dus het is heel divers. Ja. En wat, er zit ook een heel creatief aspect bij. Het is niet alleen maar dit moet gemaakt worden, hier zijn de plannen en ik ga het bouwen. Je hebt ook eigen inbreng veel. Je kan beginnen op kantoor, je kan in de architectuur, je kan meehelpen ontwerpen, maar vervolgens ook de bouw zelf in. Ja. Het fysiek maken van dingen, dat moet mensen gewoon aantrekken. Dat is ontzettend leuk om te doen. Hier is onze schilderafdeling bezig met het renoveren van wanden, het schilderen van wanden eigenlijk. Ja. We krijgen allemaal een ander kleurtje. Uh-huh. En zoals je ziet zijn we druk bezig. Hebben ze nog iemand nodig misschien? Nou ja, ik denk dat jij de uitgelezen persoon bent om een handje bij te geven. Dat denk ik ook, want ik ben zo handig in heel veel dingen. Nou, dat willen we graag zien. Ja, nou, ik zie je zo. Ja. Ja, nou, succes. Dankjewel. Hey. Tim. Goeiedag, Santi. Ik ben van Straf hier naartoe gestuurd, ik moet jou helpen. Oké, nou let ik op. Welke kleur moet het worden? Een beetje blauwig. Een beetje blauwig? Blauw. Oké. Ja, toch? En dit heet sausen dan, toch? Sausen, ja. Ja. En wat doet het voor de muur? Ja, het geeft kleur. Hey, dat is goed. Nou, ja, dat moeten we doen. Zal ik dit aanhouden of heb jij een... Ja, ik zou even wat anders aantrekken als ik jou was. Wat dan? Ja, schilderspakje of iets. Heb je dat bij? Ja, tuurlijk. Serieus? Ja. Nou. Is goed? Ja? Ja, het staat je wel. Zullen we beginnen? Ja, let's go. Even kijken, waar gaan we? Ja, jij bent het beter dan ik. Ja. Wat wil je doen? Wil je het inrollen of wil je de rondjes maken? Saus vond het echt leuk klinken, dus dat wil ik doen. Oké, dan ga ik de rondjes doen. Ik draai hem even zo, druppeltjes eraf. Ja. Nou, die rol moet nog ingewerkt worden, joh. En waarom moet je dit eerst de hele linkerhelft in? Ja, je houdt lichtjes je druk naar die kant, want die rol, kijk, die zijn een streepje. Ja, en als je hier het streepje krijgt, dan zie je allemaal banen zien. Je moet niet denken naar rechts of naar links. Nee, je moet rustig gaan naar rechts werken. Okay. En een klein beetje naar rechts duwen. Ja. Nou, let's go. Nee, recht naar boven en naar beneden. En je rol andersom vasthouden. Juist zo, kijk. En dikke. Hoe lang ben je? 31. En heb je een opleiding gedaan? Of? Ja, ik heb schildersopleiding gedaan. Ja. Van 3 jaar. Oké. Okay. En die gehaald en toen gewoon bij baasjes gaan werken. Nou hier bij Constructive. Hoe wil je gaan hier zo? Wat is er mee? Ik kom even kijken. Ja, je bent ervoor gemaakt. Echt? Ja, dat is een goed gevoel. Hè? Ja. Het ziet er echt prachtig uit. Ja, ik ben van de continuïteit. Dus ja. Ik ga nu hier zo en daar verder met je. Ja, dat is goed. Zal ik aan het werken? Dat is perfect. Ja? Ja. Pak even een trapje erbij, dan vul ik je bovenkantje. Ja. Is het zwaar werk als je het daar doet? Dit op zich niet. Maar als je buiten staat en stijgertjes opbouwen. En afbreken, dat is best wel zwaar, ja. Bij Constructive kun je ook nog andere dingen doen. Kan wel schilderen. Jawel. Onze collega Jasper staat bezig met timmerwerk. Dus dan kun je ook nog even kijken. Ja, je moet even kijken. Is goed? Nee, leuk. Ja? Ja, dankjewel. Oké, is goed.
Een mooie outfit. Netjes uit, ja. Hoi. Hoi, Jasper. Tim, ja, jij bent bezig, zie ik. Ja. Kun je hulp gebruiken van een pro? Dan ga ik even iemand halen. Ja? Ik denk dat we wel een pro voor jou kunnen maken. Wat ben je aan het doen? We zijn een koofje aan het maken voor een om een kunstwerk op te zetten. Oké. Okay. Gaan we schilderen dadelijk afwerken. Oké, okay, dat is goed. Dus we kunnen nog maken een vierkant. Dus we hebben hier nog twee planken die gewoon erop zetten. Oké, okay, kan ik iets doen? Ja, ik denk voorboren. Voorboren? Niet in de vloer boren. Nee, dat is geen goed idee. Ja. Super, teken hem af. Leg hem erop. Mooi op het lijntje, mooi gaatje boren. Om de 20 centimeter. Oké, okay, helemaal over de lengte. Ja. Ah nee, 20 centimeter uit elkaar ongeveer. Oké. Okay. Hier hebben we een duister. Oh, of, ja. Ik dacht, nee, dit doet even op het gevoel. Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, hoe lang doe je dit werk al? 15 jaar zo'n beetje. 15? Ja. Holy shit. Ik ben op mijn 16e begonnen. Ja. Vanaf de LTS. En dan werken leren. 4 dagen in de week werken voor mijn baasje. Ja. En dan 1 dag in de week naar school. En dat duurt dan 2 jaar. Ja? En dan kan je daarna weer door met een vervolgopleiding. Alleen dat is dan 's avonds. En hoe vond je dat om te doen? Ja, leuk. School is nooit leuk. Nee. Maar ja, papier heb je nodig om door te kunnen groeien. Dat natuurlijk wel. Ja. En hoe lang werk je al voor dit bedrijf? Een jaar of 2 nu. Ja, of 2. Ja. Okay. Er zijn dan heel veel dingen, hè? Ja. Geloof ik ook. We zijn nu ook veel met verven. Hè? Ja, schilderen. Heel veel renovatie. En wil je dat ook doorstromen? Of? Nou ja, de kansen zijn er wel om door te groeien binnen dit bedrijf. Zowel als naar uitvoerder of calculator. Of, ja, als je wil is er wel een weg, daar staan ze heel, heel graag voor open. Ja. Mensen toch moeilijk te vinden zijn. Ja, raar is dat, hè? Er zijn heel veel jongeren eigenlijk die gewoon die ze niet kunnen bereiken, zeg maar. Ja. Ja. En het is toch. Er is heel veel werk in. Ja. Tot de tijd. Pas schroeven? Ja. Oh. Wil jij erin doen? Durf je niet meer. Nee. Wat vind jij het leukste aan het werk? Ja, dat je iets maakt. Op veel plaatsen komt. Dat je vrijheid hebt. Ja, je hebt toch je eigen busje en dan. Ja. Als je 's ochtends spulletjes halen en dan aan de slag. Ja. En dan daarna zou je 's middags voorbereiden voor de volgende dag. Ja. En weer lekker aan het werk dan. Zijn dat hele lange dagen die je hebt? Of? Ja, uiteindelijk wel. Je moet toch proberen om 7 uur op je werk te zijn. Ja. Ja, de ene keer zit je dichterbij als de andere keer. Ja. Ja, en dan moet je soms een uur rijden, soms anderhalf uur. Ja. Dat is wel pittig. Ja, ja. Goed in de bus. Wat hoort wat. En de bus kun je natuurlijk wel anderhalf uur lang gaan zingen. Ja, zingen, meezingen. Toch? Ja. Laat mij gaan met je de Viva lezen. Even kijken. Deze nog vast en dan verven. En dan geef het aan iemand anders. Ja, dan geef het wel aan een schilder. Oh ja, dat is goed. Ik geef bedankt, verven. Tim. Dankjewel, hè. Later. Succes nog. Wat vind je het allerleukste aan je werk? Het is een beetje een cliché vraag, maar wat is nou een ding waarvan je zegt van dit? Ja. Vind ik toch wel het werken met mensen als team. Ja. Je moet het echt met elkaar doen, alleen maak je het niet. Hè. Mensen, zeker in ons vakgebied, dat is wat het waard is. Ja. Je moet het met elkaar doen en met elkaar tot de eindstreep brengen. Ja. En dan ben je er ook echt trots op als team. Nou, dank voor het gesprek, man. Leuk. Ja. Tim, dankjewel. Dankjewel. En dus als je dus thuis daar zit te wachten, waarom zit je überhaupt te wachten en waarom zit je? Ga staan, ga iets doen. Kijk even hiernaar, deze tijd, en misschien zit er iets bij voor jou. Later. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.